Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Dierenpraat TV. Ik ben hier in het eigenlijk wel bekendste natuurgebied van Nederland, namelijk de Veluwe. En hier ga ik de komende weken op zoek naar dieren. Ik ga een paar avonden met de boswachter mee op pad, want in de Veluwe leven namelijk hele grote dieren. De grootste vijf zijn het edelhert, het damhert, de ree, die kennen we waarschijnlijk allemaal wel, het wilde zwijn en de moeflon. En ik hoop dat ik ze allemaal jullie kan laten zien, om eigenlijk een beetje te laten zien dat er in Nederland ook ontzettend gave dieren zijn. En dat je voor mooie natuur niet helemaal naar Afrika hoeft, maar eigenlijk is hele mooie natuur al dichterbij dan we denken. En vandaag ga ik op zoek naar het wilde zwijn. Het wilde zwijn, ja, dat is dus een dier dat niet heel erg geliefd is. In heel veel delen van Europa en zelfs in heel veel delen van de wereld is het echt een plaag. Ze leven in groepen van ongeveer 20 dieren. En ze eten echt alles op wat ze onderweg tegenkomen. Ze graven naar wortels, nou, ze eten zelfs gras, vruchten, zaden. En zelfs dieren die ze tegenkomen, zoals jonge vogels. Alles eten ze op wat ze tegenkomen, dus echt alles eten ze. Als een vrouwtje jonkjes heeft, kunnen ze wel eens agressief zijn. Af en toe hoor of lees je wel eens van dat mensen zijn achterna gezeten door wilde zwijnen. Is natuurlijk een beetje eng, maar ze worden ook gebruikt door de mens. In Frankrijk gaan van die mensen gaan op zoek naar truffels. Die zitten onder de grond. Maar zo'n wild zwijn die kan ontzettend goed ruiken. En die worden dus tam gemaakt en die worden dus een beetje getraind om die truffels op te gaan zoeken. Dus we hoeven er niet alleen maar bang voor te zijn, maar ze kunnen ook wel heel nuttig zijn voor mensen eigenlijk. Ik ben dus nog in het Nationaal Park de Hoge Veluwe. En ik heb hier afgesproken met de boswachter, Henk Rüsseler. En met hem gaan we dus op zoek naar alle gave dieren die hier te vinden zijn. En dat gaan we niet lopend doen, niet met de auto, maar met de fiets. Hoe gaaf is dat? En daar is hij al, we gaan naar hem toe. Hoi. Hey Richard. Ja, Henk. Hoe is het met jou? Ja, goed. Met u ook. Leuk dat je hier bent. Ja, vinden wij ook. Ik ben benieuwd. Wat kunnen we een beetje gaan verwachten? Nou ja, er lopen natuurlijk heel veel dieren op het Nationaal Park Hoge Veluwe. Kleintjes, vossen, dassen, maar ook hele grote. Zoals een edelhert. Ja. Of een wild zwijn. Moeflons. Een heleboel mensen niet bekend, maar dat is een wild schaap. Die komt oorspronkelijk uit Corsica in Sardinië. En die lopen hier ook op het park. Ja, gewoon in Nederland te vinden. Ja. Ja, en je treft het natuurlijk wel. Het is nu het voorjaar, dus er zijn heel veel kleintjes geboren. Dus ik hoop dat we er wat van kunnen gaan zien. Ik ook. En hoe zit dat met die fietsen? Want ik zie hier echt ongelooflijk veel fietsen staan. Ja, we hebben ruim 1700 van die witte fietsen staan. En die zijn vrij te gebruiken voor onze bezoekers. En je kunt gewoon daar het hele park mee rond. En dat is natuurlijk fantastisch. En het leek me juist voor vanavond, leek me dat een mooi vervoermiddel om op zoek te gaan naar de wilde dieren. Dat gaan we doen. Zijn we lekker stil, lekker geruisloos. Ja, precies. Dus, goed voor het milieu. Ook nog. Wat wil je nog meer? Inderdaad. Dat gaan we doen. We gaan fietsen. Neem jij deze? Ja. Ja, die fietsen zijn helemaal gratis te gebruiken, dus dat is ideaal. Ja, inderdaad. Er zit geen slot op. Je kunt ze gewoon pakken en meenemen. Zo. Nou, hopsakee. Daar gaan we. Hebben ze gevonden, de wilde zwijnen. Ja. Dit zijn zeg maar zeugen, vrouwtjes met de biggen van vorig jaar. En dus deze zeug, ik denk dat hij zelf nog geen biggetjes heeft, maar ik hoop dat we straks die kleine gestreepte biggetjes tegenkomen. Ja, dat zou helemaal gaaf zijn. Ja. Zijn ze dan ook echt gevaarlijk, wilde zwijnen? Want je hoort wel eens van die verhalen van als ze jonkjes hebben, kunnen ze heel agressief zijn en er zitten wel aardig slagtanden op volgens mij, toch? Nou, mannetjes hebben echt super grote slagtanden. Als een dier zich in het nauw gedreven voelt, een wild zwijn, dan valt je aan. Ja. En de edelaard zal altijd proberen weg te vluchten. Dus het zijn oh, hoor, je krijgt er een op zijn monden. Het zijn echt weerbare dieren. Ja. Maar je hoeft er op zich niet bang voor te wezen. Ik bedoel, als varkens in de buurt lopen en er is de een, die komt wel eens naar je toe. Dan is het puur uit nieuwsgierigheid. Maar als je een paar keer met de voet op de grond stampt, dan loopt die hard voor je weg. Zoals wij hier nu staan, zouden ze nooit gaan aanvallen. Nee, nooit. Er zijn geen bedreiging voor ze. Nee. Wat een mooie dieren. Ja, prachtig, hè? Ja. Maar, ja, ze zijn natuurlijk ze zijn heel mooi, maar ja, ze zijn natuurlijk niet heel erg geliefd overal, omdat ze natuurlijk zoveel kapot maken. Ja, nou ja, kijk, een wild zwijn is geneigd om te vroeten in de grond. Dat doen ze daar nu ook, op zoek naar voedsel. En kijk, hier in het bos is het natuurlijk prachtig. Ja. Hè, want met het loswoelen van de bodem maken ze ook meteen weer een mooi zaarbedje voor een eikel of een beukennootje. En, en dan kan er weer een boom op groeien. Maar als die zwijnen natuurlijk de landbouwgrond op gaan, dan doen ze schade. Ja, dus daar zijn ze niet zo geliefd. Dan niet, nee. Maar voor het bos zijn ze dus eigenlijk juist wel heel nuttig. Ideaal. Ja, hè? Ja. Kijk, wij proberen natuurlijk
die wilde zwijnenstand niet te hoog te laten oplopen. Dus we schieten ook jaarlijks wilde zwijnen af. Als we er zo 50 overhouden, is dat genoeg voor het hele gebied. Ja, want krijgen we er te veel, dan verdwijnen onze adders en hagedissen. Want zo'n zwijn eet van alles. Dus op het moment dat er heel veel zwijnen zijn en ze komen op een nest met adders, ja, die wordt in één keer opgegeten. Ja. Een wild zwijn eet ook je reekalveren op en jonge vogels die op de grond broeden of uitgebroed zijn. Dus ja. Het zijn echte alleseters. Ja, dus, het zijn echte alleseters. Ja. En ze zijn nu dus echt op zoek naar eten. Ja. In dat, bovenaan in dat groepje loopt hij. Die is zwart-wit. Zwart-blond eigenlijk. Ja. Dat is gewoon een soort... Ja, nou weet je, dus ooit... En dat kan echt heel lang geleden zijn. Is er natuurlijk een kruising geweest tussen een tamvarken en een wild zwijn. En dat kan een mannetjes wild zwijn geweest zijn met een zeug. Of weet je, een tamme zeug die gedekt is door een wild zwijn. En die mix zorgt ervoor dat je af en toe gewoon van die bonte wilde zwijnen krijgt. Grappig. Dat is één op de zoveel. Dus, Ja, dat zit gewoon in de genen. En af en toe komt het weer boven. Drijven eigenlijk. En dan krijg je een keer zo'n bont zwijn. Nou, we zagen daar net echt piep kleine biggetjes. Alleen, ja, ze staan heel ver. Dat is een beetje jammer. Dus je kunt op de camera denk ik niet zien. Hoe groot zou die zijn? Dat was zulk spul, denk ik. Ja, die waren echt een anderhalf, twee weken oud. Wat een puinhoopje is, hè? Ja. Hier hebben wilde zwijnen aan het vroeten geweest. Er zitten natuurlijk heel veel kevertjes en wormen in de grond. En dan zoeken die zwijnen naar. Die gaan met die dikke snuffert van ze. Gooien ze de hele bosbodem op de kop. Ja. En die heeft gewoon een hele kudde gelopen. Ja, en die zoeken dan zo'n heel hoekje, zeg maar. Ja. Zo hé. Ja, en dat doen ze natuurlijk ook wel. Als ze op landbouwgrond kunnen komen, dan maken ze natuurlijk ook een hoop puinzooi ervan. Ik kan me voorstellen dat je als boer niet blij wordt als dit dan natuurlijk op zeker je... Nee, hier in het bos vinden we het helemaal niet erg. Maar je snapt het soms niet, weet je. Het zijn maar zulke insecten en zo. En zulke wormpjes waar ze naar zoeken. Nou, zo'n zwijn zo groot, die moet hier heel wat afzoeken. Nou. Wil die zijn buikje vol krijgen. En daar zijn ze dan ook een paar uur zoek mee per dag, denk ik. Ja, met eten ja zoeken. Zeker. Ja. Trouwens, echt die vallen van die boom? Of is dat, ja. Die hebben er niet opgeplakt. Dat is echt... Ik denk misschien is kunst, maar het is gewoon zo. Nee. En die zijn heel hard. Ze leven nog, want als je aan de onderkant voel je gewoon dat ze wat fluweelachtig aanvoelen. Maar dit zijn tonderzwammen. Hier hebben we er ook weer een. En die blijft gewoon doorgroeien. Op een gegeven moment kun je echt zulke platen eraan krijgen. Oh. Ja. Het is dan wel dierenpratenvee, maar ik vind dit toch ook wel even mooi. Dit was de aflevering over het wilde zwijn. Nou, ik vond het ontzettend gave dieren. Je hoort er heel veel negatieve dingen over, van ze slopen alles, dit en dat, noem maar op. Nou, ik vind het prachtige dieren. Dat we vandaag goed kunnen zien, jonge zwijnen, oudere zwijnen, mannetjes, vrouwtjes, noem maar op. Ik vond ze prachtig. En het bleek dus ook nog dat ze ook nog eens ontzettend goed werk doen voor de natuur. Dus wilde zwijnen, ik vind jullie toppers. Bedankt voor het kijken allemaal. Niet vergeten te abonneren. En tot volgende week.